Welkom bij de nieuwste update van 24trains.tv, jouw wekelijkse overzicht van de nieuwste treinen en tramvideo's op 24trains.tv. Ook deze week is er weer een nieuwe aflevering uit de serie spectaculaire Italiaanse stoombeelden van de jaren 70 en 80. Naast de glimmende zwarte stoomloks komen dit keer ook de klassieke elektrische treinstellen aan bod. De bruin-crème treinstellen zoeven door schilderachtige Italiaanse landschappen. Nostalgie, puur sang. Voor wie geen genoeg kan krijgen van Italië, bieden we deze week nog meer. Een klein uitstapje over de straat van Messina en we bevinden ons op Sicilië. Daar krijgen we door middel van hedendaagse dronebeelden een mooi overzicht van de spoorwegen op dit eiland. Dat aansluitingen op het spoor en het belang daarvan van alle tijden zijn, tonen de archiefbeelden van de NS aan. Dankzij deze beelden van de Nederlandse spoorwegen krijgen we een fascinerende blik achter de schermen bij het NS van de jaren 80. En hoe men, ook toen al, last had van het alsmaar drukker wordende spoor. Als laatste blikken we terug op de highlight van het afgelopen spoorjaar in Nederland. De NVBS, de Trein- en Tramvereniging, nam exact een jaar geleden samen met NS International afscheid van onze trein van de week, de NS-serie 1700. Dit werd gedaan met een grote rondrit door Nederland, een spectaculaire line-up in Rotterdam Stadion en een emotioneel einde in Amersfoort. Samen met de NVBS blikt 24trains.tv terug op deze fabuleuze dag door middel van een exclusief verslag. Wil je dit allemaal helemaal zien? Dat kan al vanaf €4,99 per maand op 24trains.tv. Zonder reclame bekijk je het dan. Ga snel naar 24trains.tv, de website voor meer informatie.